Reis af naar Staphorst voor de inline skate derby. Voorafgaand aan het Nederlands kampioenschap. Wat hier op dit parcours verreden gaat worden 15 juni. Dit zijn de mannen die het gaan doen op de derby. We hebben Jurian Slim Charlie Haasjes. Een van de drie gebroeders hier aan het vertrek. Kevin van der Horst, de sterke beul ook uit Staphorst. Miss Staphorst mag natuurlijk niet ontbreken in de kenmerkende klederdracht. Ook zij zal het parcours gaan betreden. Dit is Ronald Haasjes. Hij test de ronde. Haasjes neemt nog een slokje toverdrank. Rits dicht, bril op. En hij is er helemaal klaar voor. Kijk eens even aan. En dan gaan we naar het jonge talent hier aan het vertrek. Christian Haasjes, jongste van de gebroeders Haasjes. Hij zal gaan proberen om zijn broers hier te verschalken. We maken ons op voor de start. Bij de startlijn en zijn dan in afwachting. We gaan vertrekken. Er staat wat op het spel voor deze mannen. Kijk eens even aan. Het gaat van links naar rechts. Het is duwen, het is trekken, het is posities kiezen. Om zo dadelijk als eerste bovenaan die klim te gaan verschijnen. Van der Horst duikt van links naar rechts. Haasjes op de bagagedrager. Waar is dan plek om te passeren? Er is geen plek om te passeren. Of toch, wat gaan we nou krijgen? Het is Jurian Haasjes, die gaat binnen door. Wat een geweldig gezicht zeg. Gaan we dat bekijken. Let op hè. Huppeta, de stratenmaker uit Staphorst. Zegt, hier moeten we nog een paar klinkertjes neerleggen volgend jaar. En zo zijn we in de afdaling geschoten. Dit is tempo maken. Hier gaat de snelheid omhoog. Op weg naar die bocht onderin. Dat is een lastige bocht. Daar is het altijd opletten geblazen. Posities worden ingenomen. Zo gaan die mannen in die bocht verschijnen. Haasjes aan de leiding, maar zijn broer wil binnendoor. En wat gebeurt er dan? Oh, Ronald Haasjes. Oh, la 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 la. Kijken wat er gebeurt. Het is zijn broer Jurian Haasjes, notabene, die hem gewoon de bocht uitdrukt. Nou, er wordt gezellig morgen aan de ontbijttafel. Maar de wedstrijd gaat door. Haasjes belandt dan in de sloot. My, my, my. Shit. Kom, het was een goed stuur, Jerry. Nou, wel van harte. Mannen gaan door, want de koers wacht op niemand. Jurian Haasjes aan de leiding. Kevin van der Horst erachter. We gaan op weg naar de allerlaatste bocht. Dat wordt tevens de beslissende bocht in het Nederlands kampioenschap. Zaterdag 15 juni. Kijk eens even aan. Van der Horst steekt binnen door. Haasjes in het midden en de jongste haas aan de linkerzijde. We gaan op weg naar de streep. En dan wordt het een hele close finish. Waar we de video van moeten bekijken. Nou, zegt u het maar. Prachtige finish in deze derby. Ja, Haasjes baalt. Het zal zaterdag toch beter moeten. Vandaag ging helaas niet zoals gepland, maar 15 juni hoop ik het beter te doen. Kom jij ze aanmoedigen?